Wat heb je gevonden? Een scherf waarmee gebak werd gemaakt, met daarop een minnetuin. Dat is een laat middeleeuwse voorstelling waarop een symbolisch huwelijk wordt aangegeven, waarbij de bruidegom de bruid bij haar borst vasthoudt en ze daar gearmd met een achtergrond staan. Er gaat een hoop veranderen bij Slot Oostende. We gaan vanavond horen wat allemaal. Ja, wat gaan we doen? We gaan het in alle glorie opnieuw herstellen. Renoveren, restaureren, nieuw verbouwen, stukjes slopen en een prachtige tuin aanleggen. En bier brouwen en mensen ontvangen. Mensen voor rondleidingen, mensen voor biertjes, mensen voor soep, kinderpartijtjes. Nou ja, eigenlijk voor heel Goes en omstreken. Nou, erg ambitieus en een opsteker en een aanwinst voor Goes. Ik vind het fantastisch. Het ziet er heel goed uit, ja. En, wat vindt u dan vooral fantastisch? Dat er Goes bier gebruikt gaat worden. Daar bent u ook wel benieuwd naar, denk ik. Ja. Ik ben ook wel benieuwd naar de feestzaal eigenlijk, voor trouwerijen en zo. Wat daar de opties voor zijn. Ja. Nu heb je wel een paar opties binnen Goes natuurlijk, maar dit is natuurlijk een mooie locatie voor trouwerijen en de feestzaal. Dus ik ben benieuwd. Nou ja, iets met bier hebben we toch nog niet in Goes zitten waar bier gemaakt wordt. Het zit in Kampenland, het zit in Zeeuws-Vlaanderen, maar hier nog niet. Dus wat dat betreft wel een aanwinst.